run je in vredesnaam een gaming website met eigen programma's, heel veel persstrips en onnoemelijk veel games te spelen. Je ziet het iedere maandag in de Gamersnet Vlogs. Jongens, vandaag gaan we de vetste Gamersnet Gear ever opnemen. Daar staat Koen. Hey Koen. Hi. Dat is Uncreated Koen op de website en die is hier een dagje, of een half dagje, of ik weet het trouwens niet, zo'n 5 dagen. Langs om iets te laten zien voor Gamersnet Gear. Het wordt echt mijn favoriete gear ever. Mag ik hem er gewoon uithalen? Ja, natuurlijk. Het beste wat je kan doen is eerst het hoofdje eruit halen. Oh, hou jij hem er even uit. Kijk, dit. Het hoofdje. Oh, en is het magnetisch of niet? Ja. Oh, wat vet zeg, hé. Hey. Je moet even een magneetschipje moet je zoeken, zeg maar. Als je het doet. Nee, doe het niet. Je moet eerst op de bladen. Oh, hij moet eerst op de bladen. Kijk, dit is de teaser, dit is de hint. Ah, dan weet je al wat het is. Dit is zijn hoofd. Dudes, als dit niet het vetste speelgoed is op aarde, kijk dan. Hoe vet is dat? Guys, dudes, gasten, of wat Peter ook altijd zegt. Alles goed? Mooi. Met mij ook. Dankjewel dat jullie het vragen en interesse tonen in mij. Denk ik. Hey, er is een super tof pakketje bezorgd hier op GNHQ. Ten name van Lennart van Alem. Of ja, gewoon Lennart staat er eigenlijk. Maar voor mij dus, en ik weet al wat het is, want het is van Michael van M. Heide. Die heeft mij een super tof pakketje gestuurd. Want tijdens de creative stream van Peter had ik het over klei. En dan bedoel ik niet met echt klei, maar met andere dingen. En toen zei hij, oké, ja, is goed, ik ga je al klei opsturen onder de voorwaarde dat je ook een keer gaat streamen in Creative met de klei. Dus we gaan hem even openmaken. Michael is zelf ook best wel creative geweest, want er zit echt superveel plakband omheen. Dus dat is denk ik wel 3 rolletjes zijn er aan kapot gegaan. En dan moet ik hem open gaan snijden. In de hoop dat ik niet ook de klei kapot... Oh, wacht even eens. Oké, ik heb net ongeluk in de tafel gesneden. Ik hoop niet dat Peter dat ziet. Wacht, waar is het? Waar zit die camera? Daar. Oh, ja. Peter, sorry alvast. Ik heb in de tafel gesneden. Het was niet mijn bedoeling. Maar misschien wel een beetje. Dan moeten we in het... Oh. Ik denk nog open... Het is echt heel veel plakband. Dan blij dat ik een schaar heb, want dan... We kunnen het een beetje fatsoenlijk openmaken. Wat? Het is een mes. Ja. Oké, hou je kop gewoon. Gewoon. Leon zit ook fijn uit te lachen. Hè? Leuke vent. Van je adjunct hoofdredacteur moet je het hebben. Zeg ik altijd maar, want zoveel adjunct hoofdredacteur heb ik in mijn leven. Denk ik. Ah! En we hebben klei! Dus we gaan binnenkort een keer in creative streamen. Ik heb wel superkut internet in mijn studentenhuisje. Dus ik weet niet of we dat daar gaan doen of hier. Maar we gaan het in ieder geval een keer doen. Michael, super bedankt. En je gaat het binnenkort terugzien. Ik heb hem toch maar gekocht. Ik vond, ja, weet je, hij was nog steeds niet uitverkocht. Dus ik dacht, weet je, ik koop hem maar gewoon. Hij ziet er echt heel vet uit. Kijk, dit is hem. En ik moet zeggen, weet je, hij is €50. Alle PC-titels van Fallout zitten erin, behalve Fallout 4. Kijk, die zitten zo hierin, zo. Ik moet zeggen, ik vind het niet eens zo heel erg duur voor toch best wel een kwaliteitsding. Hij is niet... Heel licht of heel plastic of zo. Het is echt wel een tof ding. Ik snap alleen niet goed waarom je dit in kan draaien. Het bovenste stuk. Dus let op! Jongens, het is een grote dag vandaag. Want hier achter staat Johan van computerbestel.nl samen met Tom. En vandaag gaan we hier op GNHQ een PC bouwen. En dit komt er allemaal in. Jij gaat het item ook uitgebreid zien. Maar kijk eens wat we er allemaal in gaan doen. Tom, hoe voel je? Vind je het spannend zo? Ik vind het heel spannend. Nee, ik ben heel slecht in computers bouwen. Ik laat ze altijd opblazen. Dus ik weet niet of dit goed is. Ik heb altijd iets fout. Ik heb altijd iets waar ik veel te lang mee bezig ben. We gaan wel viral. Oh, tuurlijk gaan we viral. Als alles omvalt en oh, de PC vat vlam. Dat zou mooi zijn. Ja. 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 Ja, echt heel leuk. De opnames zijn dus bezig. Bouw je PC met de computerbestel. En daarom hebben we dit plekje al eens leeg gemaakt. Want ja. In ruil voor die fucking vette item wat we aan het maken zijn.
komt die PC gewoon als nieuwe streamingkast hier te staan. Hoe vet is dat? Of misschien pakken we die PC wel voor daar voor het editen. Dan pak, weet ik veel, we gaan schuiven. Zoveel PC's. Is toch chill? En zo kom je van de eeuwige opnamedag, de langste opnamedag ooit, kom je bij de HMH bij Valentijn. Ik stel een dag, man. Echt, hè? En dat kan me één ding betekenen. Dat betekent dat iets Nintendo gerelateerd is. Zelda. We gaan naar... zie al die mensen hier. Echt, we moeten eigenlijk even oh, hij heeft ook een Zelda shirt, zie ik, die guy daar. Vet. Bijna iedereen sowieso. Bijna iedereen is helemaal Zelda. Dus niet alleen een shirt. Oh, what the fuck is dit? Kijk dan. Ah, het is wel heel vet. Nu doet dat toen nog. We gaan naar de Goddesses, hoe heet het? Symphony of the Goddess. Symphony of the Goddess. Nou, één groot feest. Je hebt het al gezien. Ja joh, ik ben gauw voor de derde keer, maar ik vind het niet juist. Maar het blijft leuk. Sowieso. Nou, we zijn net binnen en het is echt die hard. Hey, kijk dan, let op. Echt wel cosplayers. Jullie horen wel een selfie. Jullie gaan er over je jas bij dan. Echt die linker, is serieus, is dat een kaart? Sommige vragen moet je gewoon niet willen weten. Voel je eigenlijk niet stellen? Nee. Nee. Je mag meelopen voor mij. Ja. Hey, ben jij een meisje? Je krijgt gewoon een biertje van me. Je hebt consumptiebonnen gehad. Ja, precies. Zo kom. Domste wat er is. Het is hier een greenscreen. Kun je op de foto hebben, je leuk visual. Maar het is een greenscreen. En iedereen die als Link is verkleed is groen. Die vallen allemaal weg. Jongens, ik ben nu de vlog aan het editen en de beelden die je straks gaat zien gaat over iets wat we afgelopen vrijdagmiddag hebben gedaan. Dat was namelijk airsoften met tegen acteurs die terroristen speelden. En nou is vrijdagavond natuurlijk iets vreselijks gebeurd in Parijs. En we hebben nagedacht en deze vlog gaat over wat we afgelopen week hebben beleefd in de game-industrie. En dat is dit. En ik vond het ook letterlijk heel erg vet om te doen. En als we het niet uitzenden, ja, dan kun je ook niet meer naar Spectre of zo of game spelen. Dus we zenden het wel gewoon uit. Ja, we hebben er eigenlijk niet eens echt over nagedacht, maar ik wilde het toch even zeggen. Want ik zie er zo uit. En dat ga je nu zien. Jongens, welkom in Woerden, want we zijn hier vandaag voor Ubisoft. Voor iets. En we weten niet zo goed wat, maar we weten het wel een beetje. Maar het is in ieder geval spannend. En hoe vaag dit is, ik weet het, maar we gaan het nu zien. Jullie zijn vanaf nu Special Forces, operator 1 tot en met 6. Ja, vandaag ga ik met jullie mee, dus jullie hoeven het allemaal niet alleen te doen. Ik ben de communicatieofficier. Ik ben ongewapend, maar ik heb wel een hoop bruikbare informatie gedurende het spel om jullie erin te slepen. Helder? Dus wat gaan we doen? We gaan het in het echt spelen. En daarna kunnen jullie de game Rainbow Six online testen en dan bekijken of dat een beetje overeenkomt. Ik kom al vrij vest. Serieus waar. Voor het eerst in mijn leven aan. Hoe awesome is dat? Het is wel echt een gun, hè? Maar gewoon echt. Het is gewoon echt gewoon een gun. Met een lampje op en zo. Het is wel echt serieus. En voor een pacifist komen er hele nare dingen in mij op nu. Echt hoor. Oh, dit ziet er ook cool uit, zie je dat? Gewapende bende aan land is gekomen met 10 man. Gewapend met granaten, een hoop munitie en AK's. We hebben daar doodverderf gezaaid. Een operatie werd aangestuurd via de telefoon. Met een dikke briefing gehad, echt, what the fuck. Het is echt wel echt serieuze shit hoor dit. En ja goed, we moeten naar de bovenste verdieping, daar zit een terrorist. En die moeten wij grijpen, het moet echt als special forces, hè. Het moet echt tactisch. Ik scheid hem echt bagger, serieus. Dus ik heb mijn hoodie ook maar opgezet, dan is mijn nek in ieder geval iets veiliger. Maar het is echt heftige shit dit. Ze gaan de panzer rond. Super vet. Dude, wat is er met Arnhem, Nijmegen? Wat is het? We gaan het testen. Wat ga je testen? Wat dan? Dat spul. Wat is er bij de hand? Het is een bom. Het is een bom. Pak gewoon die kop, red die kop. Wat is het? Een soort van Schiphol. Dat is niet Nijmegen, de Kuip, jongen. De Kuip. Wat is je naam? Weet je je naam nog? Robert? Weet je nog waar je bent?
jongens. Kijk bij die guy, deze guy hier. Zie je sleutel? Jongens, dit was echt fucking heftig, jongen. Kleren, nou, jullie hebben de beelden gezien. Kleren per ruimte. Deze twee zaten er al trouwens, deze niet. Kleren per ruimte was echt super vet om te doen. Helemaal kapot. Ik had er zelf één of twee, één week zeker twee. Dat is een beetje gokken. Maar één was echt super vet, jongen. Zit achter een balie. Ik had het idee dat iedereen was gefocust op iemand anders. En ik had hem. Dat was echt super awesome. Tering, als je dit ooit een keer wilt doen... Hoe heet het? Hel. H-E-L. Echt, zoek dat even op. Als je het een keer wil doen, is echt super vet. Want ik heb wel eens airsoft, maar dit, als je echt met een team en dan met acteurs en zo, het is echt zo vet, jongen. What the fuck, ik ben echt helemaal kapot, maar het was zo tof. Nou, hier voor me staan de guys van Hellshooter. Dat is de organisatie die dit doet. Echt fantastisch, jongens. Maar ik had één vraag aan jullie. Wie gaat er vanavond stofzuigen? Nou, jij. Want jij hebt het allemaal vies gemaakt. Dus, rammelen met je kamer. Wordt elke avond gestofzuigd? Nee. Want er liggen helemaal niet zoveel balletjes. Ja, ik pik al die balletjes. Eén voor één, hè? Eén voor één. Ja, nu nog een potje de game spelen. Dat is leuk, maar dat is natuurlijk wel na deze ervaring heel anders. Mensen zeiden net tegen mij, wat is er aan de hand, Peet? Je trilt helemaal. Maar dat is echt van... Dat dit echt serieus een van de tofste dingen is die ik ooit in mijn leven heb gedaan. Echt zo vet. En ik heb al een verrassing. Ik ga dit met de redactie ook doen. Begin van het nieuwe jaar, dus dat weet de redactie dan nu ook. We gaan dit met z'n allen ook doen. Het is echt zo awesome. Let's go, team. Goed gamen. Jongens, ho, ho, ho. Het is een grote dag. Want... Nou, je raadt het nooit, maar Tom is jarig. Hey! Santé! En nou allemaal zingen. Lang zal die leven. Oh nee! Lang zal die leven. Lang zal Tom is 23 jaar oud geworden. En gaat dus weer omhoog in loon. Jezus, duur. Maar gefeliciteerd, Tom. Ja, thanks. Oh, hogere loon. Thanks, Pete. Echt super relaxed. Ja, zo vrijwillig ook.